Piet Steenkamp, de grondlegger van het, uh, van het CDA, uh, die echt uh, uh, met zijn auto stad en land heeft afgereden om al die. Mensen, CAU, KVP, ARP, toen nog hè, bij elkaar te brengen. En uh, ik, ik weet ook van, uh, dat er heel veel weerstand in de tijd tegen ja. was. Hè, elke tijd dus zijn eigen problemen. Hij was een beetje de architect ook, hè? een van de architecten van het CDA. Ja, hij ja. was echt de founding ja. father. Ja. Uh, is de enige die ooit erevoorzitter is geweest. En hij was natuurlijk een maar wat inspireert je dan? Dat hij, dat hij met zijn autootje door het land rijdt? Dat hij gewoon bij wijze van spreken deur aan deur gaat? Is dat. Zijn inspiratie of is het iets ja, anders? Nou, dat was zijn werkwijze die wij, die wij delen, denk ik, haast. Maar eh, wat, eh, wat mij heel in, inspireerde, hij gaf nooit op. En hij ging iedere keer terug naar waar we, is het om ons begonnen. En hij, had een, hij was een heerlijke optimist, hè, die altijd altijd wel geloofde dat het toch wel goed zou komen. Mm. En dat is voor mij uh, inspirerend geweest. Ik uh, uh, we deelden dat. Ik ging af en toe koffie drinken bij hem. En ook wel eens, je hebt van, inderdaad van die momenten dat je het moeilijk hebt. Dan zei Sylvia, mijn secretaresse Rutte moet even Piet bellen. Vitamine P.